Het telecommunicatiebedrijf Telesuur is voor de zoveelste keer slachtoffer geworden van vandalisme en diefstal. Onverantwoordelijken hebben aan de Sir Winston Churchillweg Telesuur-kabels vernield. Ook zijn glasvezelkabels weggedragen. De schade loopt in de duizenden US-dollars, zegt Janice Asraf van het telecombedrijf. Ze vraagt aan de mensen om waakzaam te zijn, omdat ook de gemeenschap hiervan de dupe wordt. Inderdaad hebben we de afgelopen tijd weer een toename gezien van het aantal beschadigingen van onze telecominfrastructuur, met name kabels. Weer gevallen waarbij mensen onvoorzichtig gegraven hebben, waardoor die kabels beschadigd raken en hele gebieden uitvallen. We hebben een aantal keren de gemeenschap gevraagd, de mensen, de aannemers die werken, ook gevraagd. Wees alsjeblieft voorzichtig wanneer u ergens gaat graven langs de bermen. Stem even met Telesuur af of er daar kabels lopen, omdat hele gebieden gedupeerd raken. Mensen, hun internet, hun telefonie valt uit en wij moeten dan met spoed uitrukken om deze zaken zo snel als mogelijk weer te herstellen. Maar u begrijpt, dat zijn extra kosten. En het is extra belasting voor die gemeenschap om iedere keer weer met storingen te moeten zitten. En als wij mensen, monteurs uit de operatie moeten halen om deze storingen op te lossen, heeft het natuurlijk ook invloed op de mensen die thuis zitten te wachten en een storing hebben doorgegeven. Dus wij willen eigenlijk dat zoveel als mogelijk voorkomen. Men kan wat voorzichtiger ermee omgaan en meer erop letten dat zaken zo vlot mogelijk lopen. Dieven denken waarschijnlijk dat er koper in de kabel zit. Dit is echter niet het geval, benadrukt Asraf. De kabels worden dan gewoon achtergelaten nadat ze vernield zijn. Dus we willen ook de buurtbewoners vragen, van als jullie zien dat mensen bezig zijn in die masten en er zijn, of in die ABS-kabels, maar het zijn niet mensen die een Telesuur logo op de auto hebben of een logo van een van onze aannemers als UCC, dat ze het wel even doorgeven aan Telesuur of aan de politie. Maar ook dat we de gemeenschap informeren, het zijn geen koper, er zit geen koper in. Dus je gaat het ook nergens kunnen verkopen. Dus laat het alsjeblieft, het is ten behoeve van die gemeenschap. Het is zo dat wij allemaal beter internet en telefonie hebben. Dus dat zijn eigenlijk de zaken waar we op moeten letten nu. In welke gebieden komt dit vaak voor? We hebben het overal gemerkt. We hebben vorige week Tweede Rijweg en omgeving gehad. Dat we tot in Saramaca het effect van hebben ervaren. Het is overal. Het is, men kijkt gewoon waar men zijn slag kan slaan. Manager Corporate Communication van het telecommunicatiebedrijf Telesuur, Janice Asraf. Het bedrijf is wederom slachtoffer geworden van vandalisme en diefstal.